kunnen ze niet volgen. Maar daarachter vechten zij om de posities 5 en 6. En hebben daar een leuk speelkameraadje uit België bij gekregen. Günther Monnes. Daar verwachten wij veel van met de oude Celica van Edwin Abbering. Nou ja, als je je zo laat verrassen op de eerste proef bij de eerste chicane en je glijdt zo ongelukkig met 20 km per uur een greppeltje in. Monnes, dan kun je inpakken en dan mag je naar huis.